Kleine 8000 nieuwe besmettingen. Dat is natuurlijk nog steeds heel veel, maar geen stijging ten opzichte van de vorige dagen. Hoe duidt u de cijfers? Nou, we moeten ook realiseren dat het testen voor toegang natuurlijk gestopt is. Hè? Dus dat daar ook een stroom weggevallen is uit het testen. En uiteindelijk is het natuurlijk ook een factor van hoeveel mensen laten zich testen. Dus dat is moeilijk, vind ik, te duiden. Het is gewoon heel erg veel. En ja, waar wij natuurlijk al naar kijken is van hoeveel opnames leidt dat op een gegeven moment toe. En je weet dat dat soort cijfers 2-3 weken later komen. Dus daar kunnen we nu nog niet zoveel over zeggen. Omdat die verhouding ook anders is dan de vorige keer dat we een opleving hadden van het virus. Ja, er zijn een aantal situaties anders. Mensen zijn natuurlijk meer nu gevaccineerd. Dat betekent niet dat je altijd volledig beschermd bent tegen infectie. Maar wel een goede bescherming hebt tegen ziek worden en tegen eventueel overlijden. En dat gaat natuurlijk, dat effect is echt duidelijk als je 2 vaccinaties hebt gehad voor de meeste vaccins. Dus het duurt eventjes. Mm. Maar wat we ook wel weten, als mensen natuurlijk massaal zeggen van die 1,5 meter vind ik niet meer belangrijk, dan is het heel moeilijk om te voorspellen. En ik ben benieuwd wat jij daarover zegt. Waar we straks tegenaan gaan kijken. Want zijn we terug bij af of bent u zo somber niet? Nee, we zijn zeker niet terug bij af. Het vaccins hebben ons wel een hoop gebracht. Ja. Ja, dus we hoeven niet dezelfde angsten te hebben als we hadden. Veel jongeren die worden wel ziek, maar komen meestal niet in het ziekenhuis, hè? Meestal niet, maar er zijn natuurlijk wel een groep jongeren die wel in de problemen komen. En jij noemde het net al even. En daar is inderdaad niet altijd genoeg aandacht voor. Ik ken een aantal van die mensen die toch in maart vorig jaar kortdurend ziek geweest zijn, gedacht hebben hun leven weer op te pakken, wat gewoon niet lukt. Nee. En ja, dat zien we natuurlijk, is iets dat we altijd wel zien bij virusinfecties, helaas. Maar nu zijn natuurlijk zoveel mensen met een virusinfectie besmet dat dat getal ook groter is. En de tijd zal leren of dat nu exceptioneel is voor coronavirus of niet. Maar voor die individuen is het wel heel heftig. Ja. Dus je moet niet denken, ik ben jong, het zit wel goed. Er is zeker voor ook voor jonge mensen een kleine groep die een risico loopt. Wat is het beeld in uw ziekenhuis? Het is nu, het ligt aan welke afdeling. Mijn afdeling, het laboratorium, is heel erg druk. Hè, met heel veel testen verrichten. Er is natuurlijk in het cohortafdeling zijn op dit moment opgeheven. Die zijn slapend. We zien wel mondjesmaat weer nieuwe opnames komen. Maar dat loopt nog niet storm. Uh-huh. Nee.